Nou, de badkamer is weer een stukje verder. We zitten hier op... We gaan een grondniveau. Waar je natuurlijk heel veel huizen ziet waar de badkamer van onder naar boven gaat, is natuurlijk bij het ja, geschikt maken voor een huis voor later. Uh, andersom het geval, dus dat je de badkamer van boven naar beneden haalt, in ieder geval op, of in ieder geval een badkamer beneden realiseert. In dit geval ook blijft de badkamer boven gewoon in stand. Hier komt de badkamer met hier de douchebak waar dit de mal van is. Dus die is hier gewoon uitgezaagd voor de maat. Die wordt om me heen getegeld. Dan kan daarna die douchebak erin. Um, en Zo wordt gewoon de badkamer beneden gemaakt. Kleine badkamer. Toilet. Fonteintje. Met lichtpunt. Het spiegel. Elektra. Punt hier. hier komt de droger en de wasmachine. En hier zit nog elektra, dus voor lamp buiten en lamp binnen. De kozijn is aangepast zodat het wandje niet hier moest komen, maar hier. Dus precies zoals ook de douchebak besteld. Dus echt exact op maat. Het is echt ideale. Uh, nou vind ik, omdat ik natuurlijk ook een deels de inspraak heb gehad in het plan, ideale oplossing om zo een mooie compacte badkamer te maken, uh, waar je later ook met de rolstoel in kan, waar mensen aan twee kanten ook gewoon echt nog kunnen helpen. Het lijkt nu misschien behoorlijk klein maar dadelijk is het gewoon één grote vloer, niet echt een dikke douchewand, maar gewoon open uh, en gewoon een brede deur. Dus die is ook naar de 85 centimeter gaan. Moet alle stappen van ja, deze badkamer beneden maken voor je levensloop bestendige woning? Uh, kun je volgen op het YouTube kanaal natuurlijk, maar wil je ook weten uh, alle video's samen of ook de kosten ervan voor deze uh, ingreep zal ik een bericht zetten, mocht je dat uh, mocht je zien in YouTube, zal ik de link onder de video zetten, mocht je het complete beeld willen zien.